Dit is de MojoGear Mini Evo, de allerkleinste 10.000 mAh powerbank. Hoi, ik ben Twan en in deze video vertel ik je alles wat je wil weten over deze powerbank. Nou, wat zit er in de verpakking? In het doosje vind je de powerbank, een USB naar USB-C kabeltje om de powerbank mee op te laden en de handleiding. De MojoGear Mini Evo is zo klein omdat er een speciaal type batterij in zit. Dat is dezelfde batterijtechniek die Tesla bijvoorbeeld ook gebruikt. En daardoor is deze powerbank nog kleiner dan onze andere powerbanks. Hij past dus makkelijk in je broekzak. De powerbank heeft een capaciteit van 10.000 mAh. Daarmee kun je je smartphone tussen de 2 en de 4 keer opladen. Beetje afhankelijk van het type telefoon dat je hebt. Dit kleine powerbankje is dus meer dan genoeg om je dag door te komen. Bijvoorbeeld als je op pad bent of op vakantie. En over vakantie gesproken, deze powerbank mag gewoon mee als handbagage het vliegtuig in. De Mini Evo ondersteunt snel laden voor zowel iPhone als Android smartphones en levert tot 22,5 watt vermogen. Je kunt er ook prima je tablet mee opladen en de powerbank is ook geschikt voor allerlei andere apparaten die opladen via USB. Er zijn twee oplaadpoorten, een USB-C poort en een gewone USB poort. Je kunt die poorten allebei tegelijkertijd gebruiken zodat je twee apparaten tegelijk kunt opladen. En de USB-C poort die gebruik je ook om de powerbank op te laden. De vier LED-lampjes op de powerbank geven aan hoeveel stroom je nog hebt. En als je op het knopje drukt zie je hoe vol de powerbank is. Nou, deze is helemaal vol. De powerbank schakelt automatisch aan en uit als je een apparaat aansluit. Dus je hoeft daarvoor verder niet meer op dat knopje te drukken. Als je de powerbank wil opladen kun je daarvoor de meegeleverde kabel gebruiken. Of iedere andere kabel met een USB-C poort. Je sluit de kabel aan op een stroomadapter. En afhankelijk van de kabel en de stroomadapter die je gebruikt duurt het zo'n 2,5 tot 8 uur om de powerbank helemaal op te laden. Heb je nog vragen? Laat het ons dan vooral weten. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video.